Koppes was de spektakelman en het dribbelwonder waar heel Europa ons om benijdde. Tussen 1946 en 1961 was hij de absolute sterspeler van de Beerschot. Die Koppes staat in België ongetwijfeld bij de top 3 of top 5, dat maakt ook niet uit. Maar hij was zo bijzonder omdat hij ook nog een soort entertainment gehaald had dat vele anderen, of eigenlijk de anderen, niet hadden. Die deed stadions vol lopen. En het strafste vind ik nog altijd, hij is ooit eens 6 maanden geblesseerd geweest, ergens midden de jaren 50. En hij kwam terug en moest dan eerst in de reserveploeg spelen. En er was 9000 man, gewoon alleen om Koppes te zien spelen. Het is een beetje de John McEnroe van zijn tijd. Een van Koppes' opvallendste wapens was zijn dikke kont, die hij gebruikte om de bal af te schermen en zijn tegenstander belachelijk te maken. Het is een heerlijke man. Koppes werd 3 keer nationaal topschutter en kreeg 1 keer de gouden schoen. Omdat je die toen maar 1 keer kon winnen, anders waren het er volgens hem veel meer geweest. Bescheidenheid staat niet in zijn woordenboek. Was jij technisch de beste van die mannen? Ja. Oh ja. Ja. Ik vind het mezelf niet als je zei. Ja. Nee, nou, vooral altijd. Stom, hè?